Het New Front heeft 15 jaar gezeten. Waarom heeft Santokki toen zijn stem niet laten horen? Deze regering kan niet in 2,5 jaar datgene doen wat het Front in 15 jaar moest doen. We gaan even door, meneer Santokki. Meneer Santokki, waarom krijgen pedo's korte straffen van een jaar of twee? Kinderen die tot bloedens toe worden mishandeld. Zijn de straffen niet mild voor zulke mensen? Kinderen die worden misbruikt. Wat gebeurt met de dader? Kunnen deze mensen niet voor altijd uit de maatschappij weggehaald worden? Laten we het even hierbij laten. Laten we even snel op de... Ja, oké, laat me nemen bestuur. We hebben bestuursverantwoordelijkheid gehad. Ik heb de verantwoordelijkheid gehad van minister van Justitie en Politie. En ik heb gezorgd dat ik datgene gedaan heb wat een goed minister van Justitie en Politie moest doen. Aanpak van de criminaliteit. Terugbrengen van het veiligheidsgevoel. Suriname in de rij der landen en naties plaatsen met handhaven van mensenrechten. Suriname in de rij der landen plaatsen voor aanpak van corruptievraagstukken. Aanpak van money laundering. Aanpak van drugsprobleem. We hebben Suriname die totaal geïsoleerd was afgelopen jaren. Vanaf de 80er jaren, waarbij Suriname gestigmatiseerd werd als een drugsdoorvoerland. Waarbij heel wat personen betrokken waren bij drugshandel. We hebben dat land afgelopen jaar met beleid van New Front gebracht naar een voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugscommissie. Zie daar de verdiensten van New Front als het gaat om aanpak van criminaliteit. Als het gaat om herstel van democratie. Als het gaat om herstel van de rechtsstaat. Dat wij een waardige natie zijn geworden. Als het gaat om herstel van onze economie die vaker kapot gemaakt is. Door dezelfde mensen die nu in de regering zitten. Maar ook namelijk dat wij in Suriname heel wat wetten gemaakt hebben. En men zegt over pedofilie daar zo. Wij hebben wetten gemaakt om zware straffen te geven aan personen die zich schuldig maken aan ontucht. Aan misbruik van kinderen. En die wet hebben we in het parlement goedgekeurd tijdens onze regeerperiode. De straffen zijn opgevoerd. Die straffen gaan tot 20 jaar gevangenisstraf. Maar de rechters die moeten ook die straffen opleggen. De officieren van justitie moeten ook die zware eisen gaan vragen. De gemeenschap moet ook in beweging komen. Dat er zwaardere eisen opgelegd moeten worden. Op die opmerking van wat zij 15 jaar niet hebben kunnen doen, willen ze dat de huidige regering in 2,5 jaar doet? We hebben ervoor gezorgd dat we afgelopen 15 jaar ontwikkeling gebracht hebben in het land. En in 2,5 jaar tijd heeft de regering ervoor gezorgd dat daar Suriname heel hoog aangeschreven was op de lijst van aanpak van mensenhandel, Suriname teruggegaan is op de lijst. Daar Suriname heel hoog aangeschreven stond op de lijst van aanpak van corruptie, zijn we teruggevallen. Daar waar Suriname credit verworven had om kinderarbeid aan te pakken, is nu Suriname op een risico, op een zwarte lijst geplaatst geworden door die Amerikanen. In 2,5 jaar tijd dat Suriname een zwarte lijst nu moet gaan afhandelen. Daar waar Suriname heel hoog aangeschreven stond op het gebied van aanpak van drugs. Internationaal zijn we nu ook gezakt in de 2,5 jaar tijd. Daar waar Suriname als nummer 1 veilig land gezien kan worden in de regio, daar zijn er nu landen die Suriname nu, die toeristen nu waarschuwen. Zijn we daar gezakt? We zijn ook gezakt. Het veiligheidsgevoel is afgenomen in Suriname. En we merken ook namelijk dat er dagelijks zware berovingen nog steeds gepleegd worden. En die niet opgelost worden. En het gaat om spectaculaire berovingen. Terwijl 40 mensen in een zaak daar hun boodschappen doen. Iedereen wordt onder schot gehouden daar. Zo 40 mensen worden daar beroofd. De hele ondernemer wordt beroofd daar. Zo hier midden in de stad. Ik geef aan waar we gezakt zijn. Dat is verdienste van 15 jaar, dat we stabiliteit gezorgd hebben, een stabiele economie, dat we inflatie aangepakt hebben, dat we gezorgd hebben dat alle burgers een sterke SRD gehad hebben. En met die sterke SRD hebben ze ook gezorgd voor een stukje eigen zelfbouw van woningen, eigen ontwikkeling. We zijn ver over tijd.